90e jaren echt een groot succes. Met gabber en met hardcore. De Thunderdome muziek was natuurlijk gewoon fuck you all. Toen waren we ook geen onderdeel van de maatschappij nog. Toen waren wij een stroming, een substroom. En ik vond het echt het allerstoerste wat er was. Weet je, dat je met zoveel mensen daar hetzelfde beleeft en een nieuwe muziek ontdekt. Ik weet niet waarom, maar die drive van meer en groter. Succesverhalen, alles leuk, alles lachen, met de vrienden, met z'n alles. Alles gaat poppen, in de lift een feest te geven. De rijkdom, plezier, vriendschappen. I had it all, zeg maar. En toch niet. Ik miste iets of zo. De waarom van dingen. Waarom doe ik wat ik doe? Waarom geef ik nou feesten? Heel, heel bizar eigenlijk, dat hele leven. Vanaf mijn 16e, 18e werken, vriendinnetje, succes, miljoenen platen verkopen, 4 miljoen platen. En ik had de hele, ja, ik leefde het niet eens echt meer. Ik keek niet eens meer in de spiegel hoe ik eruit zag. En op een gegeven moment keek ik in de spiegel, dan zag ik iemand van 94 kilo. Die niet echt gelukkig meer was. Ja, dat moest echt anders. Toen begon een nieuwe reis voor mij. Toen zijn we omgegaan naar wat meer muziek die ook vriendelijker werd, vrolijker werd. Die feesten werden groter. En eigenlijk pas de laatste, 10 jaar... zijn wij wat meer onderdeel geworden van deze hele maatschappij. Toen merkte ik ineens, hey, we hebben best wel power eigenlijk als wij willen. Wij bereiken gewoon miljoenen jongeren. En dat gaan we gewoon gebruiken om een positieve boodschap in de wereld te verkondigen. Als je erover na gaat denken, en wat dan en hoe dan, dan wordt het op een gegeven moment heel, wow, wacht even, serieus onderwerp dit. En wat dan precies? En we willen ook niet belerend overkomen. En mensen vertellen wat ze moeten doen, want ze komen gewoon uit bij ons. Iedereen is op zoek naar iets anders daarin. Dus we proberen dat zo universeel mogelijk te houden. Vriendschap is iets universeels bijvoorbeeld. Ik denk dat wij met INT heel erg goed in staat zijn om bijzondere werelden te bouwen. En daar binnen die wereld kunnen mensen zich laten gaan, maar ze kunnen van de muziek genieten, ze kunnen samen zijn, ze kunnen verliefd worden, ze kunnen nieuwe mensen ontmoeten. Je mag er gek uitzien, je mag gek doen, je mag gek dansen. Je hoeft je niet in een keurslijf te manoeuvreren. De ruimte om jezelf te mogen zijn. Bewustwording is eigenlijk de grootste verandering geweest. En eigenlijk wel de laatste grote transitie. Kinderen krijgen, vader worden. Verantwoordelijk voelen voor de wereld. Meer, tenminste. Omdat zij erin gaan leven. Mijn vrouw ontmoet op een feest, ja. Dus ik mag hopen dat veel mensen hun liefde van hun leven ontmoeten op een feest van ons. Of iets te vieren hebben met een beste vriend. En dat ze daardoor een hele gaaf ervaring hebben. Waardoor hun vriendschap versterkt wordt.
Ja, en ik ben van mening dat elk bedrijf iets goeds moet doen voor de wereld. Een bedrijf neemt wat van de maatschappij, is onderdeel van de maatschappij, vind ik ook dat je wat terug moet geven aan de maatschappij. En zo zijn we denk ik voor mij 4 jaar geleden ermee begonnen. Stapje voor stapje. En Wouter heeft toen Carlijn aangenomen. Je geeft het goede voorbeeld door zelf heel hard te werken aan maatschappelijke betrokkenheid en aan duurzaamheid in dit geval. Gewoon echt achter de schermen op de vloer. Wat doen we met stroom, wat doen we met water, wat doen we met gewoon zeg maar als bedrijf dat wat je ook op een creatieve manier misschien aanbiedt aan je bezoekers. Ook daadwerkelijk achter de schermen zelf te doen. Well, here you can see the green team sorting all plastics. So they have different, they're sorting the different plastics. Yeah, exactly. Yeah. Kun je stellen, 5 jaar geleden deden we helemaal niks eraan. Helemaal nul. We hadden nog nooit gehoord van de dieselaggregaat uitzetten tot ik reed in de dikste auto's, tot met biologisch eten, nooit van gehoord. Tot nu, 5 jaar later, diesels op biodiesel. 20% nu al verbruiken we minder brandstof. We letten echt op de stroom. Afval wordt gescheiden. Dus echt heel erg, echt grote stappen zijn dat. Echt het hele festivallandschap zijn we nu. Want wij doen het nu niet op 1 festival, maar op alle festivals. Geluk gehad, zo voelt het van ons, weet je, dat we met vrienden dit mogen doen. En ja, we willen ook gewoon teruggeven. Wat je van mij terugziet bij Identity is het gevoel dat je als mens iets kunt betekenen. Als je soms het gevoel hebt dat het heel klein is, maar als al die mensen dat samen doen, dan is het helemaal niet klein. Dat je een onderdeel kan uitmaken van de oplossing. Ik ben van mening dat als alle bedrijven iets zouden doen, dan kunnen wij heel veel aandacht genereren voor goede dingen. Voor mij is het niet meer de vraag of je het moet doen. Je moet het gewoon doen. Ja, de simpelheid eigenlijk van dingen, zeg maar. Dan sta ik daar op Mr. Land en dan... En daar is mijn vrouw en die vindt het echt leuk om naar die feesten te gaan. En daar staan al die bezoekers die gewoon echt een topdag hebben. En ik luister naar de muziek waar ik van hou en het zonnetje schijnt, ja. Dat vind ik dan meer nodig. Wat we proberen te creëren is gewoon verbondenheid, eenheid, vieren van het leven, vieren van vriendschap, van mooie momenten, van geluk. En voor mij is dat het allerbelangrijkste nog steeds, het gevoel van beleven.